We zijn vandaag in Brestjes bij het 60ste jubileum van de visserijfeesten. En Kikker TV mocht een kijkje nemen. Hallo, ik ben Marianne Notenbart. Ik ben van het weekend tijdens de visserijfeest de Garnalenprinses. En hoe bevalt het om Garnalenprinses te zijn? Ik vind het een super eer om het te mogen zijn. We hebben gisteravond de opening gehad. Daarna hebben we met z'n allen mossels gegeten. Vanmorgen hebben we de wimpels uitgereikt. Straks gaan we in de koets met paarden rond Breskes. Kunnen we snoepjes uitdelen. Nou ja, het is natuurlijk begonnen in feite door de vissers zelf is het opgericht. Maar dan waren er al optochten en zo. Kijk, mijn naam ook de turnvereniging hier en die liepen ook altijd mee met de kinderen en die gaven ook demonstraties op het Oranjeplein. En dan waren er ook allerlei kwamen er ook wel best wel artiesten en zo. Maar later dan zijn er ook praalwagens gekomen. Dan zaten we een hele winter bloemen te maken van krijtpapier. En dat was oergezellig. Ja, ik ben Hans van Dorp, modelbouwer van de modelbouwvereniging Zuid-Zuidwest in Terneuzen. Er zijn een aantal bouwfases. Het is te beginnen met de romp en dan de opbouw en dan de inbouw van de elektronica van binnen. Nee, dit is niet te koop. Als ik je nu vertel dat er nu al voor rond 9000 euro aan materialen zitten, er zit er nog geen uur in. Jij was de snelste bij de dames. Hoe is je naam? Simone Drijken. En hoe ging het? Ja, het ging wel goed. Ik had wel, ik dacht ik ga snel starten en dan zie ik wel. Dus ja, het ging wel goed. Hard getraind? Ja, op zich wel. Ja. Vorig jaar ook meegedaan? Ja, vorig jaar was ik tweede, toen was Carmen eerste. Jij bent Carmen? Ja, klopt. Hoe heet je volledig? Carmen de Redder. Hoe ging het deze keer? Nou, op zich ging het wel lekker. Alleen ging Simone er heel hard vandoor. En dan kon ik het niet meer bijhouden.